staan hier op een hele bijzondere plek, bij de Roer. Een bijzondere plek, want ik heb hier van de zomer een filmpje gemaakt. En dat filmpje heb ik gemaakt voor mijn Duitse collega van Wasserverband Eifel Roer. Want toen we de crisis hadden hier in Limburg, ontstond het beeld in de media in Duitsland. Dat omdat we hier de sluisdeuren verderop een Roermond dichtgemaakt hadden, dat een Wassenberg de boel onder water zou lopen. En dit is dus echt wel zo'n punt van goed afstemmen met elkaar. Hebben we hier voor de toekomst nog iets te winnen? Ja, weet je, dat je dat nou met zo'n filmpje doet, dat is natuurlijk hartstikke leuk en zo. Maar wat je gewoon zag, wij hebben goede contacten met de Duitsers. Wij meten zelf, zij meten zelf. Maar er kwam zo ontzettend veel water dat onze debietmeters het gewoon niet meer aankonden. Dus daar moet nog wel wat mee gebeuren, dat is één. En twee, die Maas die steeg, die Roer die steeg. En Roermond heet niet voor niks Roermond. Het water komt daar bij elkaar, dus het is knetterspannend geweest. Dus we moeten ook grensoverschrijdend kijken of je niet ook met verruiming van die Roer aan de slag kunt. Om het water ook gematigd door deze kant op te laten komen. Dus zowel op communicatiegebied kunnen dingen beter doen, maar ook op vakaanhoudelijk gebied zorgen dat die Roer ook weer meer ruimte krijgt. Zowel hier in Nederland als in Duitsland. Flüsse und Bäche fließen über Grenzen hinweg und erfordern damit eine ganzheitliche und grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die Ruhr ist dafür das beste Beispiel. Mit ihrer Quelle im Hohen Venn in Belgien, dem langen Flusslauf durch Deutschland und der Mündung in Roermond in die Maas. Nur gemeinsam können wir die Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie für grenzüberschreitende Gewässer wie die Ruhr erreichen. Dazu gibt es bereits seit vielen Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Maaskommission, in der Grenzgewässerkommission, nicht zuletzt aber auch direkt auf den Arbeitsebenen. Neben diesem vor allem ökologischen Blick auf die Gewässer treten Herausforderungen auf, die durch den Klimawandel noch verstärkt werden. Ich spreche hier von der Dürre und vom Hochwasserschutz. Hierbei kommt es nicht nur auf lokales Planen und Handeln an, sondern das gesamte Einzugsgebiet der Gewässer ist zu betrachten. Aufgrund der Prägung der Ruhr durch die Talsperren herrschen ganz besondere Voraussetzungen, den Abfluss zum Nutzen aller zu steuern. Lassen Sie uns offen über die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen dieser Steuerung sprechen. Auch für eine effiziente Hochwasservorsorge und die Bewältigung eines Hochwasserereignisses ist eine transparente Kommunikation zwischen Oberligern und Unterligern erforderlich. Im Bereich des Katastrophenschutzes habe ich ein großes Interesse daran, die Zusammenarbeit grenzüberschreitend weiter auszubauen. Bereits jetzt bestehen Netzwerke, jedoch können wir die Zusammenarbeit im Bereich Hochwasserschutz weiter verbessern. Insgesamt bietet die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden, Belgien und Deutschland die Chance, gegenseitig voneinander zu profitieren und einen gemeinsamen Weg in die Zukunft zu beschreiten. De Maasregio heeft de laatste jaren enorme uitdagingen gehad. Na drie droge zomers, juli 2021, extreme neerslag wat leidde tot grote wateroverlast. De klimaatverandering, dat zien we hier dus elke dag. En dat stelt ons voor grote opgaven. Opgaven die we samen moeten aangaan. En daarom is een bijeenkomst als vandaag een ontzettend goed idee. De drie droge zomers, die hebben ons erop gewezen dat hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met ons schaarse water. Er zijn ruim 7 miljoen mensen voor hun drinkwatervoorziening afhankelijk van de Maas. En daarom moeten we goed kijken hoe we dat water op de juiste manier gebruiken, inzetten. Het is een verdelingsvraagstuk. De wateroverlast in juli 2021 heeft ertoe geleid dat we in Nederland een beleidstafel wateroverlast en hoogwater hebben ingesteld. En die is inmiddels met een aantal aanbevelingen gekomen. Een belangrijke aanbeveling hierin is internationale samenwerking. Niet alleen in de Rijncommissie en de Maascommissie, maar ook bilateraal. Daar waar kleine beken de grenzen overkomen. Hoe gaan we daarin de samenwerking verbeteren? Gaat om data-uitwisseling, hoogwatervoorspellingen, maar ook om concrete projecten
om de inrichting beter af te stemmen op dit soort extreme omstandigheden. Maar laten we ook de kaderrichtlijn water niet vergeten. We komen in een spannende fase. Een laatste fase waarin we de maatregelen daadwerkelijk tot uitvoering moeten brengen om in 2027 gesteld te staan. En wat zien we? Er zijn nog steeds verschillen. Verschillen hoe we ermee omgaan aan de ene kant van de grens en de andere kant van de grens. Hoe gaan we met die verschillen om? Wat wordt ons verhaal richting Europa? Grote opgaven dus. Op droogte, op wateroverlast en op waterkwaliteit. Opgaven die we samen moeten oppakken en waarin we echt moeten samenwerken. En voor samenwerken is het belangrijk dat je elkaar kent. Dat je elkaar goed kent. Dat je weet wat de ander drijft. Dat je weet waar zijn belangen zitten. Maar ook dat we samen goed zoeken naar de gemeenschappelijke belangen. En daarom is een dag als vandaag een ontzettend goed idee. Goedemiddag, we staan hier, Kees en ik, op de Belgisch-Nederlandse grens. Waar dat de Merk, een rivier die in Vlaanderen ontspringt op de grens Turnhout-Merksplas, grenzeloos passeert, zonder identiteitskaart. En die eigenlijk een hele mooie vorm van samenwerking in de kijker kan zetten. Ja, Mark, inderdaad, we staan hier op de grens. Ik zie dat jij in Nederland staat, ik sta mooi in Vlaanderen, ja, inderdaad. Keer de andere kant van de grens. Maar we staan hier aan de markt die wij hier in ons stroomgebied krijgen vanuit het oorspronggebied Vlaanderen. En waar we allebei een opgave hebben op het gebied van waterkwaliteit. En ja, waterkwaliteit kun je bijna niet zien, je zult het echt moeten meten. En vandaar we met fijne samenwerking die we al jarenlang hebben met de Vlaamse Milieumaatschappij, hier eens gaan kijken, monitoren, real-time, wat er in het water zoal gebeurt. Dat klopt, Kees. We hebben al lang een samenwerking met de collega's van het waterschap Brabantse Delta. We hebben in het verleden al heel wat projecten samen gedaan, heel wat pilootprojecten. We hebben ook afgestemd met jullie om te kijken hoe dat we de waterkwaliteit aan beide kanten van de grens kunnen meten, zodanig dat die cijfers ook met elkaar inwisselbaar zijn, dat we die ook goed kunnen verstaan. En dat blijkt ook zo te zijn, dus ik denk dat dat inderdaad een goede basis is om verder nu naar de digitale vorm te meten en verder samen. In het kader van onze samenwerking rond monitoring hebben we het voorstel gedaan om hier op de grens, op het grensgebied, twee multiparameterzones te plaatsen. Met deze zondes meten we bijna continu een zestal parameters, waaronder de geleidbaarheid of conductiviteit. Die gegevens die worden continu doorgesend naar ons datacenter en met enkele logingegevens kunnen jullie daar continu beroep op doen. Ja, dat is een fijne samenwerking. We hopen hier ook resultaat van te hebben dat we samen kunnen zien wat de invloed is van welke omstandigheden op de kwaliteit. En dat we daar ook maatregelen kunnen nemen, want we hebben een hele grote opgave op de KW-opgave richting 2027, in ieder geval richting Brussel. Maar zeker sowieso voor de waterkwaliteit voor iedereen aan het water is fijn dat die daar ook in orde is. Ja, inderdaad, dat kunnen we onderschrijven. Die doelstellingen die hebben wij ook en die zijn ook voor deze rivier nog zeker uitdagend. En het fijne is dat we nu ook continu die monitoring kunnen doen. Dat we ook samen in de gaten kunnen houden hoe dat ze evolueert. En als er iets is, dat we ook elkaar op de hoogte kunnen houden van de maatregelen die we moeten nemen op het moment dat het nodig is. Om die samenwerking rond het slim meten hier op de markt te bekrachtigen, gaan we die samenwerking met onze overeenkomst ondertekenen. En na een jaar gaan we die evalueren en kijken of dat we de zondes behouden, verplaatsen, of dat we eventueel parameters toevoegen of iets dergelijks. Ja, fijn, Mark. Ik zet er graag als handtekening daarvoor. Het is een contract inderdaad voor nu, maar ik denk dat onze samenwerking voor een langere tijd zal zijn. Ik denk het wel.